Erftof en de maand van Chodes Af, de maand van uh, Menachem Af. Beginnen. Het staat bekend als de verdrietigste tijd van het jaar. Um, en uh, dit staat dat er zijn een aantal wetten die, die verbonden zijn aan deze tijd van het jaar uh, die wij moeten. Zichtig zijn, omdat deze tijd van het jaar staat bekend. Uh, als een tijd van, uh, van gevaar voor het Joodse volk. En gezien alles wat nu gebeurt in de, in de, in de Midden-Oosten en de, 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 alle die, uh, dreigingen op onze heilig land, op onze uh, dierbare Edit Israël. De, de dreigingen op onze broers en zusters. Iran heeft blijkbaar geleerd van zijn fouten. Die heeft geprobeerd uh, Joodse volk aan te vallen in de maand van Adar, de maand van Purim. Het is niet gelukt. Adar is goede geluk voor het Joodse volk. En dan was de grote aanval uh, net voor Pesach in de maand van Nisan, de maand van Nissim, de maand van Wonderin. En je kan misschien zijn er van alles en alle verklaringen in, maar als je nou open-minded bent. Dan is er geen andere verklaring dan dat het gewoon een, een bijzondere wonder was. Die, die aanval van Iran, net voor Pesach. De, hoe weinig uh, schade daarvan is voorkomen. En nu dacht, denkt Iran: we gaan de Joodse volk aanvallen. En dat staat overal in de nieuws. en moet je niet alles geloven wat je, wat je hoort. Maar het is een, een angstige tijd. Het is een tijd van spanning voor het Joodse volk. En te denken, nu gaan we in de maand van af. Want de maand van af, staat bekend, staat in het Joodse wet. Dat dat is een moment, dat is een tijd waar wij geen goede geluk hebben. Het staat in de, zogenaamd en als iemand Joods heeft en, 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 en uh, moet naar de rechtbank, um, dan moet je proberen uh, uh, dat te vermijden in de maand van af. Omdat dat, dat de juiste maand is waar ons geluk niet. De, beste, de hoogste niveau staat. Maar wat Iran niet weet is dat de man van Av heeft ook een andere kant. En die andere kant wil ik vanavond ook laten zien. Um, die, die, de, de man van Av, de man van Tammuz en de man van Av, de, we hebben te maken met de drie weken van Rauw over de verwoesting van de tempel. Nu bevinden wij in de laatste periode de, de, de sterkste, de... de uh, uh, mo uh, moeilijkste momenten van de drie weken, de negen dagen verhaal, die leiden tot uh, de Tishabaab, de donkerste dag uh, op de Joodse kalender, de, de, de dag van de verwoesting van beide tempels. Maar wat Iran niet weet, en wat al die vijanden uh, die willen meedoen met Iran niet weten, al die vijanden, je mag shaman, niet weten, is dat de tamuis, van Tafshin Pedale, de Tamus van 5784, is een andere Tamus dan een 100 jaar geleden of 200 jaar geleden. Er is, je moet soms dieper de, 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 de punten in, in, dieper bekijken. Het staat, in de, in de, 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 de profeet Zegari heeft gezegd, Deze dagen, deze dagen van verdriet. Zullen, uh, uiteindelijk, bij de komst van de Messias zal die, uh, die dagen worden van, uh, uh, van vreugde. Dan staat we uh, uh, in plaats van vasten op, uh, op 17 en in plaats van vasten op 9 AF, gaat dat juist een, een grote feest worden met de komst van de Messias? En je zou wel, je, je je wel kunnen vragen: oké, okay, um, um, als de Messias komt en de, de tempel weer ehm. Weer dan, dan is het, is de, is, als ze zegt, kan je zeggen, de, de schade is al voorbij. Maar de schade was wel geweest in het verleden. Dus dan kun je zeggen, oké, okay, nu hoe, hoeven wij niet meer verdrietig te zijn. oké. Okay. Maar wat is dan dat de, de, de dag zelf wordt overgemaakt naar een dag van, van vreugde? Waar, waar, waarom gaat, gaan we zo ver? Dus als we kijken even de Passage van deze week en alles wat gebeurt. En De wereld heeft, wordt beïnvloed door de Torah. En de Parsen die we lezen die week heeft ook een, een, een invloed in, uh, in de gebeurtenissen in de wereld. En geloof me, voordat ik een in algemene inleiding. Um, als je kijkt op de nieuws en je kijkt en je, en je luistert wat, 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 wat de, de, de dreigingen en, en, de, en de voorspellingen van wat gaat gebeuren. dan kan je daar nou heel depressief van worden. En maar soms moet je even naar, een andere, naar de, de kant van de Torah. Moet je het van de andere kant bekijken. En het um, is... Er we we is ook een andere kant van dit verhaal. En deze, deze kant van het verhaal wil ik met jullie delen. In de parsha van deze week. Deze week beginnen we in de vijfde boek van de Torah. De boek van de autonomie, boek van het Warim. En um, de eerste parsha van het Warim. Uh, ook de parsha van het Warim. En die... Um, de Parsha heeft zeven delen. Um, en dus uh, de, iedere deel van de Parsha vertegenwoordigt een andere dag van de week. Dus ik, wil, ik neem de derde deel van de Parsha, de derde dag van de week, dinsdag. Um, en hier uh, wordt Moshe Rabbeinu, bij het Joodse volk, voor de die ze hebben gedaan in de woestijn, voordat we komen in het land van Israël. Moshe Rabbenu, um, en Moshe Rabbeinu... Je zou kunnen zeggen die... Um, um, de, de hoofdzonde de hoofd, uh, uh, van het Joodse volk was de zonde van de Verspieders. Ja, dat heeft een grote invloed gehad. Dat heeft gezorgd dat wij nog 40 jaar in de woestijn zullen blijven. Ja, we hebben het uiteraard over de, de, de zonde van de gouden kalf. Maar de Verspieders hadden een heel groot invloed op de gebeurtenissen van toen. En. Um, Moshe Rabbeinu berispen de verspieders van wat ze hebben gedaan en dat zij een gebrek hadden en de vertrouwen in God en ze wilden niet naar het land van Canaan. En die um, uh, Moshe Rabbeinu zegt zelfs: Gambina Yitana Hashem, Hashem is ook boos geworden op mij. En een van de uitdagers van de Torah zegt dat weten: de Moshe Rabbeinu is niet binnen het land van Israël vanwege het, het uh, slan van de, van de rots. Moshe Rabbeinu zegt: misschien. Uh, had jullie uh, zonder jullie fout, de fout, de zonde van de, van de verspieders, die uh, gebrek en vertrouwen in God, misschien had dat ook een invloed in mijn niet binnenkomen in het land van Israël? Dus Moshe Rabbeinu was heel uh, intensief bezig en hij, hij noemde een heleboel dingen. Maar wij vinden hier dat Moshe Rabbeinu, die berispte de verspieders vanwege al uh, hun gebrek en uh, vertrouwen in God. En hij zegt dingen over de verspieders, dingen over de landen Israël. die de verspieders zelfs niet hebben gezegd. Het staat in, in, uh, in, uh, in hoofdstuk. Waar, hoofdstuk nummer. Nummer 1. Ja. Uh, hoofdstuk 1, en, en vers nummer. Vers nummer 28. Moshe Rabbeinu zegt. Um, uh, hij sprak over de verspieders. De, de, hoe de hoe zij. Ze, um, ze hadden gebrek aan God. En ze spraken over de, de sterke volken in het land van Canaan. Arim, Gedolot, Ubet Zorot, Shamayim. Zulke grote um, steden en volken tot de hemel. We gaan beneden naar Kim Rinushan. We hebben ook. We hebben ook um, uh, um, reuzen gezien. Maar net uh, hij, sprak, hij, hij zegt hier. En Moshe Binnen spreekt over, over, over volken, over, over steden tot de hemel. Nou, ik heb, we hebben net een paar weken geleden de verhaal van de verspieders gelezen. En de verspieders hebben nerg, niks, niks gezegd over de hemel. Ze hebben gehaat over sterke volken. Maar ze hebben staat nergens over een, 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 een volk tot de, of, of een, een stad, steden tot de hemel. Dus Moshe Binnen maakt nog erger dan de verspieders. En het is logisch dat zij niet de hemel hebben gezegd, want... Je, je vertelt een verhaal, dan moet het verhaal een beetje geloofwaardig zijn. Als je zegt iets en je overdrijft een beetje te veel, dan gaan de mensen dat niet vergeloven. En Rashi zegt er, wat, wat, Rashi legt uit, wat, wat bedoelt Moshe Rabbeinu met steden tot de hemel? En Rashi zegt, We spreken over, over, over een overdrevene, Soms je, 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 je wil even aangeven hoe sterk, hoe groot, dan ga je een beetje overdreven, maar hij bedoelde dus niet letterlijk. Zo legt Rashi het uit. Maar toch moeten we begrijpen waarom zegt Moshe, hij uh, spreekt over een kracht vanuit de hemel. En hier heb ik uh, deze week een heel mooi uh, en interessante, uh, deze week, vandaag heb ik dit gehoord. Moshe Rabbeinu geeft hier een boodschap over de kracht van de volken. Niet alleen in, dit, in, in, in 3.336 jaar geleden. De Torah, is, de Torah is relevant in vandaag, 5.784. In het jaar 2024. De Torah is vandaag relevant. Moshe Rabbeinu zegt, spreekt over de kracht van volken in de hemel. Want we hebben te maken met dreigingen die komen uit de hemel. We hebben te maken met dreigingen van raketten en drones. Niet op een gewone manier, zoals dat in het verleden was. Maar hier hebben we te maken met dreigingen die komen uit de hemel. Je zag ook bij, die, uh, bij de begrafenis van die... Uh, uh, um, uh, van, uh, een paar dagen geleden, ik, ik, ik ken de namen niet, uh, van, uh, niet goed uit, we zijn van die moeilijke uh, islamitische namen, maar van die vreselijke man die is, uh, um, die is gedood en de wereld is een stukje veiliger geworden. En je zag bij, bij, die, uh, bij, die, uh, bij de begrafenis dat die, uh, een, van die, uh, een van die leiders daar, die, 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 die kijkt steeds naar de hemel, de, de, de dreigingen die komen uit de hemel. des dat mo du moshe ave arim gedolot u btsurot va shamayim en vot zech de torah ferde vo mar alechem lota atsu vo lota nu mehem de torah zech ye hoef nit bang te zayn fun des fun zay hashem lokechem vo lekh in hu ye lachem achem hashem khat for you khat hashem khat for you li fechten kgol itchem bmitzrayim lenechem um it is heel makkelijk Om te beïnvloed uh, te worden van, van wat wij horen, en wat, wij, wat mensen zeggen, en over de voorspellingen. En, over... en natuurlijk zijn er wel dreigingen. Maar tegelijkertijd mogen wij niet vergeten wie is de baas over hier wie, uh, wie, uh, Dat Hashem de basis van deze wereld. En juist in de maand, uh, 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 juist nu in de maand van Af, uh, 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 zien wij dat uh, de, de, de liefde van Hashem. En uh, uh, dan gaan we straks uh, wat, wat, daar meer over verklaren. Maar in, in, in een gesprek in 1974 Shabbat Parshat Ekef, heeft de Rebbe, de olbavde Rebbe, uh, gezegd wat zegt Moshe Rabbeinu hier? Moshe Rabbeinu, hij gaf een heel mooie diepe uh, kijk over dit hele verhaal. Moshe Rabbeinu gaat niet liegen. Moshe Rabbeinu vertelt de waarheid. En hij zegt, hij zegt niet dat er geen dreiging in is, maar er zijn wel dreigingen. Dat is de waarheid, dat is de, dat is de realiteit. Moshe zegt, Arim Gedolot met beshamayim. er zijn wel dreigingen vanuit de hemel. Maar tegelijkertijd, het is belangrijk niet dat wij afwijken van de realiteit en denken: ah, oh, het komt wel goed en er zijn geen dreigingen. Nee, dat is niet waar. Moshe Rabin vertelt de waarheid. Er zijn wel dreigingen, daar zijn wel degelijke dreigingen Maar wij mogen niet vergeten: wie is de balabait, wie is de baas van deze wereld? En uh, uh, Hashem zorgt dat er situaties zijn waar het niet helemaal vermaakt is. En dat, dat wij moeten iets voor doen. Natuurlijk, we moeten blijven daven, we moeten het zoraal we moeten blijven het strak we moeten blijven het vriend doen, we moeten het uh, uh, wat doen. We moeten wel uh, bewust zijn van het feit dat er wel dreigingen zijn, maar de dreigingen zijn om ons wakker te schudden. Om iets te doen. We zeggen in de bracha. nadat we hebben gegeten, Boré, Fashod, Rabot, Hashem heeft geschapen zielen, Vegestronan en hun zwaktes. Hashem heeft gezorgd dat we ook zwaktes hebben, want de zwaktes zijn de dreiging in onze leven. Ook de, de innerlijke dreigingen die we hebben, zijn om ons steeds wakker te schudden dat we iets moeten doen. We vertellen een verhaal van: er was een, een echtpaar. En die woonden in Benebraak. Die hadden een heel goede leven. En alles ging goed. Ze hadden uh, goed geld verdiend. En ze waren gezond. En ze hadden kinderen die allemaal gingen op de juiste pad. En alles. Dus op het materiële gebied en op het spirituele gebied. Alles ging geweldig. En de, gingen, de kinderen gingen trouwen. En ze hadden kinderen en kleinkinderen. En iedereen leefde in het leven van de Torah. En iedereen was tevreden. Tot de jongste kind. En de jongste kind. Die was uh, 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 eigenwijs en die uh, kiest een andere weg en hij was uh, een heel moeilijk kind en op een gegeven moment um, hebben de echtpaar besloten dat dit, ze kunnen het niet meer aan. Die, die kind maakte zoveel problemen. Ze hadden overwogen om de kind uit de huis te zetten, want de kind zorgde voor zoveel spanning in, in de huis. En hij zou wellicht een slechte invloed kunnen hebben op zijn broers en zusters en de, de kleinkinderen. Dus ze hebben overwogen om deze kind uit de huis te zetten. Maar voordat zij dat hebben gedaan, gingen zij bij een rabbijn, ik weet niet welke rabbijn het was, om even advies te vragen. En zij hebben het verhaal verteld en ze hebben dus gezegd, wij denken, wij overwegen om ons kind uit de huis te zetten. Omdat het heeft de rabbijn tegen hen gezegd tot nu toe was er nog geen, geen enkele herinnering dat je aan Hashem moet vragen, dat je Hashem moet davenen, alles ging helemaal geweldig, je had alles op het materiële gebied op het spirituele gebied je, uh, je, je, je leefde een geweldige leven, dus er was geen behoefte, en natuurlijk je davent iedere dag dat, dat hoort erbij, je, drie keer per dag je gaat Torah leren, je leeft zoals Hashem wil, maar er was geen behoefte om te, te keren tegen te, te Hashem en Hashem te, te, te vragen, te smeken, om iets voor je te doen. En Hashem heeft nu eindelijk voor gezorgd dat er een reden zal zijn waar je zo wakker moet schudden. Om je wakker te schudden, om, uh, um, om iets te doen, om, om, om tegen Hashem te keren. En nu ga jij de, de oorzaak. Die jij dichter bij een stem wil brengen, ga je die uit de huis brengen. Nou, je begrijpt dat de dergbaar de hebben besloten om de kinderen in de huis te hebben en met, met de spanningen en met de uitdagingen uitdaging van de kind om te gaan. Er zijn situaties in on, de wereld, er zijn situaties in ons leven waar het gaat niet helemaal zoals het hoort, eh, eh, waar eh, waar het gaat niet helemaal zoals we dat willen. Sorry, <laughs> het hoort zo, want anders had het niet gebeurd. Uh, we hebben de maanden van Thamus de maanden van, 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 uh, van uh, Av, zijn de maanden um, die hebben te maken met, uh, we noemen het bijna met, met tussen, tussen de grenzen. En net zoals als je zit tussen twee kleine grenzen, heb je geen uitweg als je in gevaar is, kan je nergens naartoe. Dus het zijn de momenten, zijn de dagen die hebben te maken met verwoesting. Alle in de loop van onze, van onze geschiedenis, niet alleen met de, de verwoesting van de twee temp bij de tempels, maar ook in andere momenten in onze geschiedenis hebben we vreselijke dingen meegemaakt in de maanden van Tammuz en Av. Interessant dat de, de, de namen, de Joodse namen van de maanden, zijn niet echt de or, originele uh, um, Joodse namen. Dat zijn Arameese namen die kwamen vanuit Babel. Uh, de, de, de Joodse maanden en ook de dagen van de week hebben geen namen. Als je kijkt in, de, de, in het Hebreeuws hebben wij geen zondag, maandag, dinsdag, woensdag. In het Breus is het Yom Rishon, Yom Sheni. Yom er zijn alleen maar nummers. En in, de, in de Torah wordt er niet gesproken over de maanden Tamuz, Av, Tishrei. In de Torah wordt alleen gesproken over nummers. Wat is de reden? Want door het feit dat wij alleen maar over nummers hebben, iedere dag van de week zijn we verbonden aan Shabbat. Zondag is Yom Rishon, maandag is Yom Sheni, dinsdag is Yom Shlishi, iedere dag is nog een, een, een nummer dichter bij Shabbat. Het hele jaar, zijn we, de hele week zijn we bezig met Shabbat. Het hele jaar, ook het hele jaar, de, 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 de Joodse kalender begint niet bij, uh, in de Torah, volgens de, vol de volgorde van de feestdagen in de Torah. Begint het niet bij Rosh Hashanah, het begint bij Pesach. De uittocht van Egypte, de, de geboorte van het Joodse volk. De, alle maanden worden genoemd. Uh, de, 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 de Rosh Hashanah. Uh, de, de, begin van het jaar wordt in het traag genoemd. God de man, de zevende maand. De eerste van de zevende maand. Omdat het begint vanuit de maand Pesach. En het hele jaar zijn we bezig met nummers. Om, uh, om, om ons steeds te verbinden. De, de, Dagen van de week zijn er verbonden aan Shabbat. Dagen van het jaar zijn er verbonden aan de uitdaging van Egypte. De, de maanden die de Joodse volk hebben uit, uit Babylonia, uit, in de balingschappen, zijn die meegenomen. En die, um, maar die waren namen, die hadden, vele van die namen hadden te maken met, met afgoderij. Ja, we, we, je gebruikt niet de, 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 de gewone de, um, de, de namen van de maanden van het jaar, omdat die zijn, zoals bekend, verbonden aan afgoderij. Maar de Joodse maanden, die zijn ook verwonnen in de afgoderij. Ja? Maar wat hebben gedaan? we gedaan? We, bij iedere maand hebben wij juist de positieve kant van, van de naam gebruikt. Zoals bijvoorbeeld Nisan, de man van Pesach. En Nisan heeft twee noens. Eh, we zeggen Mishara'a en Nun Nisan Nisei Nisina Selah. Nun vertegenwoordigt Wondering van wonderen. En de man van Sivan heeft te maken met de naam Sinai. De, de maand die we in de Torah hebben gekregen. Iedere maand Vinden wij een band met de Torah? De man van Tammuz, De man Tammuz is de naam van de afgoderij. Het is een afgoderij. Maar de man van Tamus is de dag, de eerste, de, de dag, de, de eerste keer. Ze hebben af, de, de eerste afgoderij bij het Joodse volk. De, de gouden kalf. Dat is de man van Tamus. Wat staat er? Het staat dat de Jamime Eloe Afghoede Sasson en de simcha. Deze dagen, zo'n zo volledig. Uh, um, zullen we dat vo volledig vanuit, de, de, vanuit verdriet, vanuit rouw zou het zou dagen van Simcha zijn. En je zou je wel kunnen aanvragen. we hebben gevraagd aan het begin van de les. En daar kom ik nu uh, aan, aan die punt. Waarom zijn ze helemaal dagen van Simcha Je zou kunnen zeggen, als de komst de Messia komt, dan zijn we niet meer verdrietig. Maar wat gebeurt toen was toch vreselijk. De, 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 de uh, verwoesting van de eerste tempel. En de verwoesting van de tweede tempel en alle lijden we hebben da die daarmee hebben te maken. En, uh, en alle mensen die zijn toen vermoord. En in de loop van de geschiedenis alle lijden die het Joodse volk heeft meegemaakt. Waarom zeggen we dat, dat uh, niet alleen de mens kijkt het op een positieve manier, maar de som, de dag van de de, de, um, de vaste dag zelf, de verdriet zelf, wordt overgemaakt naar een dag van vreugde. En hier komt de verklaring, de Lubavitcher Rebbe geeft een verklaring en hij zegt dat, wat betekent Tishabab? Wat betekent de verwoesting van de tempel? De verwoesting van de tempel was een straf die een ouder ge geeft aan een kind. De maand ma de de af av betekent, av, dus betekent vader. Hashem is onze vader. Wanneer een ouder houdt van een kind, dan zijn er soms momenten wanneer je een straf moet geven. En uh, weet je, wat is het verschil tussen opa en oma en, 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 uh, en mama en papa? Ik ben zowel een vader, zowel opa, dus ik, ik begrijp de verschillen heel goed. Ze zeggen dat het is veel makkelijker om um, um, um open te zijn. Uh, het is veel leuker om open te zijn dan vader te zijn. Ik zeg als ik in de wist, was, dan was ik eerst open, daarna vader geworden. Yeah. Maar <laughs> opa, wat is het verschil? Open oma gaan de kind verwennen. Open oma geven geen straffen. Mama en papa geven soms. En, en, en soms moet, het, moet je een straf geven. En waarom geef je een straf? Waarom kan Open Oma geen straf geven? Omdat om een straf te geven moet je een vader of een moeder zijn. Je moet om echt een straf te kunnen geven moet je echt houden van de kind. Je geeft geen straf aan, aan de buurman als de kind van de buurman of de buurvrouw doet iets verkeerd, Dan geef je geen straf. Maar dan kan je niet schelen wat die kind doet. Nou, misschien kan het wel een beetje schelen als ze, als ze, uh, uh, maar als ze iets doen, uh, als ze uh, dingen gooien in jouw tuin, maar uh, het gaat je het gaat niet. Het, het is niet dicht bij jouw hart. Om een straf te kunnen geven, een straf. Het is veel makkelijker om een gezellig en leuke vader te zijn en nooit een straf te geven. En dan kan je niet schelen. Nou, Doe iets verkeerd, ga een verkeerde paard, maakt niet uit. Juist de. de Juist wanneer er een diepe liefde is van een vader, van een ouder naar een kind, dan kan je een straf geven. Het straf die Hashem gaf aan het Joodse volk door de vernietiging van de tempel, dus als je het vanuitelijk bekijkt, is het heel verdrietig. Is Het een dag die verbonden is aan rouw, een dag die verbonden is aan verdriet. Maar als je het van dieper bekijkt, en wanneer Mashiach komt, zouden wij van de diepere kant kunnen bekijken, dan besef je... Deze dag vertegenwoordigt de liefde voor Hashem van het Joodse volk. En als we kijken naar de, de, de werkelijkheid, in de loop van onze geschiedenis, waren er geen andere volken die hebben straffen gekregen, zoals het de, de, de Joodse volk. Maar er is geen andere volk die bestaat al zoveel jaren, zoals het Joodse volk. Want de, juist door de inzet van Hashem en de liefde voor Hashem, voor het Joodse volk, dat zorgt. Voor het feit dat, uh, dat, dat er. En, en het uiterlijk, dat er komt een, een, een straf, maar er zal een dag komen. En die dagen komen nou. En we, in het in, in jaar, in, in jaar 1927. De, in de tijd van uh, de, uh, de, 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 de vorige Rebbe, de, de vorige Lobavidje De schoonva schoonvader van de van de van de, van de, van de, rabbe, van de Lobavidje Rebbe. Uh, die uh, is, was in Rusland, was hij in de gevangenis vanwege. Er zijn um, vreselijke daden van het verspreiden van, van het jodendom en het openen van de uh, school in, in Rusland. Tenminste, voor hun was dat vreselijk. Was dat, uh, tegen de wet. En ze hebben hem uh, de doodstraf uh, gegeven. Hij heeft die niet gekregen, want hij is op een wonderbaarlijke manier bevrijd. En wanneer is dat gebeurd? Dat is gebeurd in de maand van Tamus. De maand die vertegenwoordigt het uh, begin van, de, van drie weken, het begin van de, de, de tijd van verdriet en de tijd van rouw. Nu leven wij niet meer in, de, in dezelfde tamuz en af van het verleden. Nu leven wij in een tijd wanneer eigenlijk natuurlijk we moeten de wetten van uh, de Soch en moeten we volgen. En er zijn drie weken van rouw en, er zijn, en nu zitten wij in, in negen dagen van, dat wij geen vlees mo mogen eten en geen wijn mogen drinken. Behalve Shabbat natuurlijk. En er zijn andere wetten die verbonden zijn. Dus we geen, geen uh, bruiloft om mogen maken, et cetera. We moeten volgende wet, Joodse wet. Op Tisha volgende week, dinsdag, moeten we vasten. Maar tegelijkertijd moeten wij niet vergeten. Dat de tamo's een avond van nu is niet dezelfde Tamos een avond van het verleden. Nu zitten wij in een moment. Wanneer er bepaalde krachten. gebeuren nu dingen in de wereld. Er zijn vijanden van het Joodse volk. die de Joodse, die Israël tientallen jaren probeerde na te volgen en die zijn gelukkig zo zullen we zeggen, uitgeschakeld om het netjes, netjes te zeggen wanneer is dat gebeurd? Juist nu in de maand van Tamus dus eh, en, 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 nog een klein punt dat is, eh, het, staat, het staat in de in het Talmud, het staat in de Talmud Net zoals in de maand van Av, de maand waar wij nu in bevinden, moeten wij onze verdriet verminderen. Zo ook in de maand van Adar moeten wij onze vreugde toevoegen. Adar is de maand van, maan van Purim, de maand van vreugde. Dus net zoals nu moeten wij onze vreugde verminderen, zo ook in de maand van Adar moeten wij onze vreugde toevoegen. Dus de, de stelende vragen, ze zeggen, moet je een beetje consequent zijn. Waarom zeggen wij in de maan van Aaf onze vreugde verminderen, in de maand van Adar onze vreugde vermeerderen? Moet je meer consequent zijn, moet je zeggen in de maan van Aaf moet je onze verdriet uh, 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 groter maken, uh, er moet meer verdriet, en de maand van Adar meer vreugde. Maar we hebben het over beide keren, we hebben het over vreugde. Ook in de maan van Aav, we hebben we het ook we hebben het over, niet over verdriet. We hebben het over vreugde, maar minder vreugde. Dus de, de simpel uitleg die wordt gegeven is dat vreugde is iets die ook nu in de maan van af van toepassing is. If do het, Hashem, besimcha je moet Hashem dienen vanuit vreugde. En wanneer moeten wij Hashem dienen? 24, 7. Dus we moeten altijd vrolijk zijn. Ook in de maan van af Alleen nu is het wat minder, minder vreugde. Maar vrolijk zijn we altijd. Ook in de maand van Aav. en alleen Adar is het nog meer vrolijk. Maar, en hier komt een, een, een mooie gedachte. Um, wat, het, het staat dat, dat, Adar, dat uh, uh, Haman, toen hij probeerde de Joodse volk uit te roeien, in de maand heeft hij um, heeft de loodjes gemaakt. Daarom heet het, de naam van de feest, Purim. En hij kwam, de, het loodje kwam eerst in de maand Nisan en hij dacht, nou Nisan, dat, 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 uh, dat is geen goed idee, want dat is de maand van de uittocht van Egypte. Dat is, um, dat is uh, goede geluk voor het Joodse volk. Dus heeft hij nog een keer het eigenlijk vals spelen, want je mag hem eenmaal kiezen, maar goed, heeft, en, uh, dat was sowieso vals spelen. Maar oké, okay, nog een keer uh, probeert. En kwam de maand Adar, en toen zei Haman: Ah, Adar, dat is de maand van het overlijden van Moshe Oh, dit is de maand die ik de Joodse volk ga aanvallen. Maar Haman wist niet dat die, uh, dat 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 Adar, dat dat ook de dag van de geboorte van Moshe Rabbeinu. Dus hij probeerde zijn geluk te vinden zijn geluk tijd, vinden in een tijd dat van dat 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 het dat 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 heeft het zijn leven gekost en hij heeft ervoor gezorgd dat wij een, een leuke feestdag hebben iedere jaar. Dankjewel, Haman. Uh, ah. Maar <laughs> Iran maakt precies dezelfde fout. Iran denkt: nu is het de man van Av, de tijd van verdriet, de tijd van rouw, slecht geluk voor het Joodse volk. Maar wat Iran niet weet, is dat op Tisha B'Av -ba is Mashiach geboren. De man van Av, de man van Av die wij in. Dit jaar hebben te maken, in deze tijd hebben te maken. We zijn nu in een de de, de, de en, en, en Ik hoorde de eerst. eerst hadden ze gezegd dat gisteren in het begin van de maand vanavond gaan ze aanvallen. Uh, ik, ik geloof het niet meteen vanaf het begin, maar uh, uh, misschien gaan ze het wel proberen. Dat zou wel kunnen, maar gaat het niet lukken. Um, ondanks het feit dat er helaas wat, wat, uh, wat uh, gewonden waren. vandaag. In de, uh, we wensen die, die gewonden in de Force beterschap. Um, maar um, uh, nu hoorde ik dat ze zei, uh, al tiftach satan, je mag uh, dingen uh, ding, beter niet zeggen, maar nu hebben ze plannen voor Tisha want Tisha dat is de dag van het... Iran weet niet, al die vijanden van het Joodse volk weten niet dat Hashem uiteindelijk beslist. En Hashem beschermt de wereld, Hashem beschermt het jo Joodse volk en Hashem... En we hebben de laatste tijd en ik kan, ik kan nu lijsten van, van voorbeelden noemen, maar ik denk dat iedereen zelf begrijpt dat de tijden die we meemaken in de laatste maanden of eigenlijk jaren, zien we dingen die lopen helemaal niets te maken met natuur. Dat zijn alle bovennatuurlijke wonderen die we meemaken. Als Hashem die Joodse volk wil beschermen, dan kan Hij die Joodse volk beschermen. We moeten uiteraard... Binnen de wetten van natuur, want dat wil Hashem, dat zegt Hashem, moeten wij alles doen die wij kunnen. Dus we hebben gelukkig een, een, een sterke en goede um, uh, uh, leger. Het Zwaarganaal Israël uh, die, uh, die doet geweldige werk. En dagelijks uh, gaan zij uh, hun leven in, in, in gevaar brengen om maar... Uh, Heleboel levens te redden. En we zijn heel dankbaar, maar tegelijkertijd moeten we ook niet vergeten. dat dat gaat gepaard met onze. met, met Hashem's help. Blijven davenen, blijven toradieren, blijven. En vooral niet. niet uh, de, de, die, die vijanden van het Joodse volk willen dat wij. dat wij bang zijn. Die willen dat wij. dat wij uh, en, en zitten in de spanning. is helemaal niet nodig. Het komt wel goed. Dit wordt de vrolijke maand vanavond. We zullen. En ik ben geen. Ik ben geen profeet. Ik spreek alleen maar vanuit ervaring in de laatste tijd. Ja. En, en ik zeg het met een vo volledige vertrouwen. Er komt wel grote wonderen En het Joodse volk zal beschermd worden. Eh, ga gewoon door met je leven. Blijf geloven in Hem. Blijf davenen. En uiteindelijk zullen wij de grootste wonderen meemaken. Met Amen. de grootste wonderen. met de komst van Mashiach, met mijn Amenu. Amen. Amen. En um, ik. Uh, Amen. Maak, ik maak gebruik ook van de gelegenheid. om iedereen nog een, een, een fijne zomer te wensen. ook omdat uh, um, ik persoonlijk ga over een, uh, iets. Uh, na ga ik zelf op vakantie. Uh, en er zou dus de volgende paar weken uh, hebben we geen, uh, geen les. kijk even in mijn agenda. Um, die, um, waarschijnlijk zou um, de eerste les ongeveer um, 10 september zijn. 10 of 11 september. Um, maar uh, als je kijkt op Facebook, op je uh, um, dan, uh, dan uh, zal ik jullie op de hoogte houden wanneer de, de volgende les is. En iedereen een fijne zomer, een goede, een, een gezonde zomer. Uh, zo, en hopelijk zien we elkaar binnenkort samen in Jeruzalem. Met de komst van Mashiach. Fijne dank avond. Hallo. Ja, graag gedaan. En, en, en een fijne vakantie ook voor u. Ja, een fijne, en... fijne bruiloft. van fijne de zo. Yeah. Ja, ja. Dank u wel. Bedankt. Fijne vakantie. Ja, bedankt. bedankt. Oké. Okay, fijne vakantie. Tot ziens. Yes.